Het is morgenavond tijd voor de enige voetbalderby die Eindhoven op profniveau rijk is. FC Eindhoven mag op bezoek naar de Hertgang, waar Jong PSV de tegenstander is. Voor veel jongens van FC Eindhoven een speciale wedstrijd, omdat het terrein is tegen vrienden van ze of voor sommigen tegen hun oude club. Je merkt toch dat het dan heel erg leeft. En, nou, dat is mooi. Ik denk dat we daarin ook spelers niet hoeven te motiveren om deze wedstrijd te spelen. Vandaag werd de laatste voorbereidende training in het stadion afgewerkt. Er werd in 3 verschillende opstellingen gespeeld, waarvan verwacht wordt dat het de laatste wordt. Met Branko van den Bomen die Thibaut Swinnen gaat vervangen. Het is eigenlijk zoals we altijd doen. Ik maak pas morgen de opstellingen bekend. Dus ik zal hem ook niet eerder kenbaar maken. En ja, het is wel zo dat je natuurlijk met Branko en met Thibaut op middenveld 2 spelers hebt. 2 jeugdtalenten die de stap willen maken naar de Eredivisie. En daarvan heeft Thibaut de eerste wedstrijden van gespeeld. En ja, je ziet nu dat in de afgelopen tijd Branko een goede ontwikkeling heeft doorgemaakt. En dat is goed, want dat is een teken dat we goed bezig zijn. De wedstrijd tussen Jong PSV en FC Eindhoven begint morgenavond om 8 uur.